Dag Gerrie Zwaar, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja? Ja, heel goed. Ja, je ziet stralend uit. Ja. Dank je. Ja, ben je in goede gezondheid en alles? Ik ben in goede gezondheid en het leven is leuk op dit ogenblik. Ondanks alle perikelen, maar voor mezelf. Is het leuk? En hoe komt het dat het zo leuk is? Omdat ik ben in de bloei van mijn verval. De bloei van je verval? Die heb ik nog nooit gehoord. Hè? En we gaan nu verhuizen van Middelburg naar Vlissingen. We hebben daar een heel leuk appartement gekocht. En dit is gewoon een hele nieuwe stap in mijn leven. Nog eens een keer iets heel anders gaan doen. Dat is leuk. Ja, mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben 78. Ja, nou ja, mooi zin. Dat is dan toch. Ja. Dat is dan inderdaad een ommezwaai. Maar je zegt het al, de verhuizing. Dat was voor mij... Een indirecte aanleiding om te komen, want dat had ik sowieso nog op het programma, om eens een keer met jou te spreken. Maar inderdaad, wat je zei, de rechtgeaarde Middelburgers zullen er wel wat van vinden, maar hoe kom je erbij? Want je hebt hier 30 jaar in de Schuitvlotstraat zitten we toch? Ja, bijna. Nou, kijk, wij wonen boven, hierboven, dus we lopen heel veel trappen. Daar hebben we onze gezondheid aan te danken, maar daar komt een einde aan. Ja. En ik heb altijd geroepen, regeren is vooruitzien. En toen kwam dit op ons pad. Het is een nieuw project op het Scheldeterrein. Ja. Het zijn flats, appartementen van wonen van werk voor ouderen. Dus je hebt alle voorzieningen van werk voor ouderen om de hoek. En het is een vierkamerflat waarvan we één slaapkamer uitbreken naar de woonkamer, zodat ik ook nog een werkruimte daar heb. Ja, en het is super. Het is echt super. We hebben hier met heel veel plezier gewoond. Ron Kodde heeft het verbouwd. En het is echt een superhuis. En dit wordt eind volgend jaar opgeleverd. Dus ik heb alle tijd om dit op mijn gemak af te bouwen. Eind volgend jaar, dus we hebben het dan over 2022 pas. Ja. En dan kan ik daarnet mijn 80ste verjaardag vieren. Precies, en dan ga je, dan vertrek jij de stad. En dan gaan we ons nieuwe leven beginnen. En dat is, ik heb het idee dat ik dan met pensioen ga. Ja, want het is, en je zegt wel, ik heb daar ook nog een werkkamer. Maar ik stel me ook wel zo voor, want hier heb je echt een atelier met veel ruimte. Ja. Dat je dan toch een beetje zou moeten gaan inkrimpen. Maar dan kan je weer eens heel andere dingen gaan doen. Ja, en wat denk je dan bijvoorbeeld aan? Nou, ik echt schrijven. Oh ja, doe je dat graag? Ja. Oké. En misschien eens gewoon gaan prutsen met flutdingen. Ja. Gewoon voor het leuke. En kijk, we hebben 20 jaar aan de kunstroute meegedaan. Mijn man heeft 10 jaar lang die folders ook verzorgd. Dus wij konden nooit, wij moesten altijd de eerste van de maand weer terug zijn. Ja. En nu kunnen we bij wijze van spreken 3 maanden met caravan op pad. Ja, dat soort dingen, ja. En allemaal dingen die we nooit gedaan hebben, die we nu nog kunnen doen. Gerrie, je hebt natuurlijk ontzettend veel gemaakt in de loop van de tijd. Je hebt uiteraard ook dingen verkocht die we hier niet kunnen zien. Komt er ook nog eens een keer een soort van overzichtstentoonstelling of zo van al jouw werken? Nee, want die zijn zo divers verspreid, dat is niet meer terug te halen. Nee, maar weet jij ongeveer wel waar al jouw gemaakte kunst zo'n beetje is? Ja, want ik heb heel veel zelf weggebracht. Dit is wel grappig. Want ik heb een workshop gedaan, glasgieten. En dat glasgieten gaat eigenlijk op dezelfde manier als bronsgieten. En we moesten een voorwerp meenemen wat we dan in glas zouden gieten. En ik had dit meegenomen. En wat is dat dan? Dat kreeg ik van een vriendin, die had dat aan het strand gevonden. En alle rare dingen die kreeg ik altijd. Dus het is niks, maar het is een leuk ding. En toen heb ik dus, daar moest je een mal voor maken. Die mal heb ik toen meegenomen en heb ik thuis... die mal met in beton gegoten. Dus had ik nog dezelfde vorm een keer in beton. En met die mal hebben we dus in glas, wat de bedoeling was van die workshop, dat in glas gegoten. Dus toen had ik dezelfde vorm 3 keer in 3 verschillende materialen. En ik weet werkelijk verder niet wat je ermee moet, maar ik vind het heel erg leuk. Het was een opdracht. Ah, dat doe je ook. Dus... Van een Duitser die vroeg over Beethoven wilde kleien. Over de mail kreeg ik een foto van mijn website. Van heb je dit beeld, heb je dit beeld, heb je dit beeld, heb je dit beeld. Dus ik ben uiteindelijk met 4 beelden, 2 grote en 2 kleine, naar Willig gegaan, naar die man toe. En toen kwam ik daar. En tot mijn grote verbazing, nou, ik heb daarbij bijna bij staan huilen, had hij dus op een plateau 4 werken van mij van zeker 20 jaar geleden. Ah, dat was het gaaf. Dus dat is echt een fan eigenlijk van je. Ja, en toen zei ik, ik weet dat, u was met z'n tweeën. Ja, zegt hij, dat klopt, ik was met een vriend en het waren 2 architecten.
En die hebben toen die dingen gekocht. Maar hij zei, ik ben dat kaartje van je kwijtgeraakt. Dus ik weet niet meer, ik kon je niet meer terugvinden. En toen vond ik het kaartje weer. En toen hebben ze... Is die gelijk dus, weer gaan bestellen? Ja, ja, wat leuk. Ja, ja, dat is dan toch wel heel mooi. Dat je... En toen zei die, kan je Beethoven voor me kleien? En ik dacht, nou, Beethoven met die grote wenkbrauwen en die boze mond, dat moet geen probleem zijn. Maar dat viel dus heel erg tegen. Ja. Dan kreeg ik van de week een mailtje van, wanneer kom je het brengen? Ja. En neem dan ook nog maar wat, en stuur ook nog wat foto's door van nieuw werk. Ja, 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 ja. Nou ja, en dat is gewoon een vaste klant eigenlijk. Ja, ja, ja. Nou, prachtig. We hebben natuurlijk zicht op de Oostkerk. Ja, je woont er echt eigenlijk onder gewoon. Dat is prachtig toch? En het is eigenlijk wel, want het is een soort, het is wederopbouwpand of niet? Ja, het is een smederij geweest. Ja, maar weet je het bouwjaar dan ook van dit? Wat... Nou, het is officieel van 52 geloof ik. Ik heb hier met heel veel plezier gewoond hoor. Ja. Dus als de voorzieningen die Vlissingen heeft voor bejaarden in Middelburg waren, was ik nooit weggegaan. Nou kijk, dat mogen ze ook nog in een zak steken dan. Maar dit is uniek, dat komt nooit meer. Dus het was nu of nooit.